even de deur verwijderen. Ja, ben. Ja. Gewoon achterin beginnen en dan achter die openen verwijderen voor het vuur. Ja. Achterover draaien. Ja. Dat is de kabel van. Op tot 3 tot 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, rustig aanschuiven weer. Ja. Positie. Nog een keer hetzelfde, Edwin. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Benen erop. Neerleg op de plank. Rob, deze kant. Ja. Gerry aan de achterkant. Ja. Oké. Kijk die kant. 1, 2, op. Oké, af naar de ambulance. Rustig zakken. Nou, ik moet nog wel zeggen, deze mannen van de brandweer zijn echte helden. Ik heb zelf vroeger op de ambulance gewerkt en ik heb alles van buiten gezien, maar geloof mij, zo'n reddingsactie in het echt, zo'n actie, dat wil jij niet meemaken in de Alpen als je echt een ongeluk hebt gehad. Dus geloof mij, doe het rustig aan, rij rustig, want zoiets gewond en klem zit in de auto, wil jij zoiets echt niet meemaken, want het is beangstigend.